What's up mensen en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag gaan we weer eens kijken naar een FUTDraft. En dit is eigenlijk een soort live reaction, want ik zit van rustig een FUTDraft te doen. En opeens komt dit hier nu weer uit. Dit is de eerste keer ooit dat ik een 103 heb gehaald. Ik heb mijn eerste drafts gedaan op de PS4 natuurlijk, op het echte FIFA 17. Maar ook op deze app en maximaal is 192. En dan haal ik nu gewoon lekker een 193. Ja, dit zijn toch wel taferelen die ik niet vaak tegenkomt. Ook niet bij echte drafts zeg maar. Ik zit vervolgens wel eens op YouTube te kijken van wat halen andere mensen nou. Die halen wel eens 193, maar zo vaak gebeurt dat niet. Dus dit vind ik toch wel een unicum en ja, ik ben er ook heel trots op. Want kijk naar nou, Team of Season Oblak, Team of Season Nacho Fernandez, Team of the Year Piqué, Team of the Year Ramos, dan van links naar rechts Neymar, normale vorm, Team of the Season Marcelo, Team of the Season Casemiro, Inform Iago Aspas. En dan voorin Cristiano Ronaldo in vorm, Team of Season Suarez en Team of Season Messi. Maar dit zijn toch wel, ja, dit is gewoon echt bizar goed. What the fuck, echt. We hebben nog even de bank, Icardi, Team of Season, Insignia Team of Season, Özil Team of the Group Stage of Team of the Tournament, één van de twee. Team of Season Dubai, Team of Season Valencia, Man of the Match Di Maria, Inform Navas, Team of Season Mandi, Inform Azpilicueta, normale kaart Kaitan en nog twee zilvertjes in van Gnabry en De La Blas. Daar gaan we niet voor aan gaan besteden, wel aan dit team. Maak er gerust even een screenshot van als je denkt van, what the fuck, zo goed. Mag van mij gerust, want ja, dit is gewoon echt geweldig. En daarom gaan we gelijk bij zo'n toernooitje mee spelen. Kijken of we eerst kunnen worden, zou eigenlijk verplicht moeten zijn. En of we dan ook leuke packs kunnen krijgen, dus let's go. Het staat als bevestiging hier dus 193 met de beste spelers Messi, Casemiro, Ramos. Ziek team, alles boven de 90, 92 forwards, 91 midfielders, 91 defending. Geweldig. En dan gaan we ook gelijk beginnen tegen Napoli. Kom op. Laat eens zien hoe goed we zijn. 1-0, de team is Marcelo, de team is Casemiro met de 2-0. Toch de aanstaande van José Callejón, maar dat kan niet baten, want we gaan gewoon lekker door tegen Arsenal. Hoppa, zou het weer 4-0 worden? Zullen we het zien? Leidt er niet op. We komen dus achter door Özil in vorm. 2-0 achter Oxlade Chamberlain. En we liggen eruit. Wauw. Ik heb de beste draft ooit. En dan liggen we nou al uit. Dit is best wel zielig eigenlijk. 3 goalpicks. Nou. Jongen. Hoe kan dat nou? Zo'n goed team. Zou je toch eigenlijk gewoon makkelijk kampioen moeten worden. Maar we gaan gewoon uit tegen Arsenal. Oh mijn god. Dat is wel echt zo slecht. Echt waar. Nou ja, we krijgen nog een nieuwe kaartje. Dan zei ik Terry, yep, 34 p's, hoe verzin je het? En de laatste, het zal ook weer niks worden, ben ik bang. Inderdaad, het wordt Liechtensteiner. Nou, dit was, ja, dit is eigenlijk al een smet op een geweldig team. Arsenal heeft de finale voor zo te zien. Want jongens, dit team, man, hoe kan je daar nou mee zo snel eruit gaan? Maakt niet uit, het team zelf is geweldig en dat wil ik dus even met jullie delen. Ik heb natuurlijk niet de draft zelf opgenomen, want ik kan niet verwachten dat dit zou gebeuren. Ik dacht, ik doe het gewoon even voor mijn eigen pleziertje. Maar het ging dus gewoon echt fucking goed. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En ik hoop jullie ook. Dus like en abonneer als jullie deze video ontzettend leuk vinden. Als jullie het team geweldig vinden. Abonneer en natuurlijk, dat like is voor als je de video leuk vindt. Logisch, het is niets liken. En abonneer is natuurlijk als je meer van dit soort dingen wil zien. Wil jij meer pogingen zien tot 193 draft? Of moet het zelfs gaan voor 194? Nee, maar nooit. Misschien kunnen die Iago Aspas wel verbeteren. Naar een Team of Season Pedro Leon. Of kunnen we de Team of Season van Neymar halen. En dan is 194 zo een feit. Het kan allemaal gebeuren. Maar dan moet u wel liken, abonneren en reageren. Als je meer van deze video's willen. Of als jullie voorkeur hebben voor andere video's. Er staan uiteraard video's in de wachtrij voor donderdag, zaterdag en zondag. En ik ben ook weer van plan om een quiz op te nemen. Dus de video's komen. Geen paniek. Dit was dus de video. Bedankt voor het kijken. En natuurlijk... Ciao mensen.